Ik had een lijst van Chrissy afgelegd dat Gerard Joling zou komen in de kleedkamer. Welkom op het Coverfest Contest. Groot applaus voor julliezelf en voor de grote opkomst. Applaus voor jezelf. Misschien leuk om even te noemen. Ik heb iemand uit Hilversum meegenomen. Staat hier naast mij, cameraman Jos. Hebben we al dat gefilmd bij de Toppers. Groot applaus voor Jos. Geef het op voor Jos. Ja, je is leuk weer genoeg. Dan gaan we even naar de andere kant, dan zitten daar zo de jury. Zitten drie hele beroemde mensen. Aan de ene kant zien we Ralf Nieuwerding, vriendje van me van vroeger. Hallo Ralf, hoe is het? Goed dat je er bent, jongen. Daarnaast zien we bandpromoter en een van de beste vriendinnen van mijn andere vriendin, Patricia Bij. Chrissy Weijers, geef het op voor Chrissy Weijers. Nou, jullie vragen je natuurlijk altijd, hoe kom je naar die prachtige leuke stem? En hoe is dat zo in die hoogte ingegaan met... Nou, ik heb altijd veel zangles gehad op het conservatorium. Daar kwam ik ook een gitaardocent tegen. Is even passeren. Groot applaus voor Even Middelaar. Ja, voor de FIFA. Zet hem op. Thank you.
Yeah.
Zo werkt het natuurlijk niet. Beetje achterlangs gaan, nou, dat doe ik wel normaal gesproken. Het is hier wel een beetje nat, hè? Ja, dat is jammer. Nou, dus we eens gaan kijken naar het rapport van de jury. Een paar kleine opmerkingen. En te beginnen denk ik even bij jurylid Ralf. Ralf, pak de microfoon. Pak een korte opmerking over naar FIFA. Lijkt me heerlijk. Microfoon, ja. Nou, dan meneer Gijs. Kan ik een beetje geluid krijgen op Ralf? Hallo, ja, daar ben ik. Ja, goedenavond allemaal. Wat ik in ieder geval kan zeggen over de band Aviva is dat ik het een erg leuk beentje vond om naar te rijden. Het was fris en... Maar wacht even voor Ralf, ik heb het even tegen mijn collega Jos. Jos, dat doe je in Hilversum toch ook niet in iemand zijn beeld gaan staan? Dankjewel. Ja, vrolijk, fris qua uitstraling. Het zag er wat dat betreft gewoon vrolijk uit. Toch het idee dat jullie niet echt super nerveus waren of zo, maar gewoon lekker muziek maakten. Wat heb ik met name, ja, hier en daar, de ritmevastheid, dat was hier en daar, dat had wel iets beter gekund. Ook de samenhang, wel, de keuze van de nummers, die waren wel erg leuk, samenhangend. Allemaal een beetje dezelfde, wat populairdere rockmuziek, zeg maar. Ja, al met al, ja, voor de rest... Je zou nog geen eindoordeel geven, dan is het natuurlijk een spanning eraf voor het eind van de avond. Ik ga ook niet meer zeggen dan dit. Ik zeg gewoon een heel leuke eerste uitvoering. Nou, Chrissy, daar gaan we dan. Ja, nou, in ieder geval hebben ze al één puntje voor bij mij, want ik vind een meidenband altijd ontzettend leuk. En er zijn er veel te weinig van. Ik wou dat er veel meiden muziek in maken. Dus, en ik vind hun aankleding erg leuk, gewoon lekker rock, weet je wel. Dus het past er helemaal bij. Ik vind het gewoon een hele leuke meiden. En hier hou ik het voorlopig even. Heel wat een leuke ontwaarde meiden. Ja. Ja, dat doet goed maar. Nou, dan gaan we eventjes over naar Evert. Evert, wat vond je ervan? Ja, ik vond het ook leuk. Ja, wat gezegd is al gezegd eigenlijk. Dus. En muzikaal gezien, want jij zit natuurlijk wel extra te luisteren naar de gitaren. Ja, nou, ik vond de rollen zijn ook een beetje qua strakheid. De strakheid was ook een beetje weg, want het was hier hartstikke glad. Er lag hier allemaal bier op de grond, dan kennen die meiden natuurlijk niet strak blijven. En qua zang technisch vond ik het ook niet helemaal nog goed, zeg maar. Maar dan iets aan verleden, ja. Ik hoorde hier een medische opmerking. Die kunnen we... Oh, daar gaan we niet verder op in. Nou, ik zou zeggen, jury, hartstikke bedankt. Meiden van FIFA, hartstikke bedankt. Jongens, handen in de lucht.